1917 tot 1931. De stijl. Nederland heeft beroemde schilders, maar ook beroemde architecten. Een van de jonge kunstenaars die algemene bekendheid kreeg als architect en binnenhuisarchitect was Gerrit Rietveld. In 2000 plaatste de UNESCO een van zijn huizen, het Rietveld-Schreuderhuis, op de Werelderfgoedlijst. Het werd in opdracht van de Utrechtse mevrouw Schreuder door Rietveld ontworpen volgens de richtlijnen van de kunstenaarsbeweging die de stijl heette. Daar sloten zich in de Eerste Wereldoorlog jonge kunstenaars bij aan die kozen in die donkere, verwarrende tijd voor heldere kleuren, geometrische vormen en rechte, duidelijke lijnen en hoeken. De kleuren van de stijl waren rood, blauw en geel in combinatie met de niet-kleuren wit, grijs en zwart. Vooral de Rietveldstoel in rood, blauw, geel en zwart is bekend over de hele wereld. Voor zitgemak was hij niet ontworpen, maar Rietveld zei daar zelf van: zitten is een werkwoord. Een stoel was voor hem een zitmachine, een huis een woonmachine. Kunst moest actief maken, mensen bevrijden uit hun woonsleur. Ze moesten iets doen om te wonen. Zelf hun badkamer afschermen met een schuifwand, zelf luiken voor hun ramen zetten. Daar zouden ze zich beter en gelukkiger bij voelen. Ook wonen was een werkwoord. Kun je smaak ontwikkelen in het kijken naar kunst? Als je nooit kunst ziet, dan kan je ook niet je smaak ontwikkelen. Als je iets niet mooi vindt en je kijkt er wel langer naar en zo, en je zet het in een andere omgeving, dat je dan het wel mooi kan vinden. Als ik me eerst heel lang op iets heb gefocust, bijvoorbeeld dan kunst, en ik kijk naar iets anders, dan had ik het misschien voordat ik op dat vorige me heel erg ging verdiepen, had ik dat helemaal niet mooi gevonden, maar nu juist mooi, omdat het anders is, nieuw. Je kunt ook wel, denk ik, leren kijken. Je kan smaak veranderen door hoe je wordt, in de manier van hoe je wordt opgevoed, met wat voor mensen je omgaat. Ik lustte vroeger echt bijna niks en nu nog niet zoveel. Maar dan zei vooral mijn oom, deed dat, ja, proef het dan gewoon eens en dan blijk je het wel te lusten. En zo gaat het ook bij kunst, denk ik. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat ik vroeger vond van een bepaald schilderij van Van Gogh, Pont d'Arc heette dat. Dat vond ik gewoon geen mooie stijl. Ik vond het veel te veel veegjes achter elkaar, veel te druk. En tegenwoordig zie ik, zeg maar, wat hij ermee uit wilde beelden. Van wat voor kunst hou jij? Jugendstil. Het impressionisme. Pop art. Stil leven. Fotografie. Van graffiti. Wat is het verschil tussen figuratieve en abstracte kunst?